staat, als we maar zo noemen. En die komt daarbij. Die komen dus, dat zijn enorme afstand. Dus dat insect komt uit een bloem. Die produceert op dat moment geur, want die zegt, ja, ik wil stuifmeel hebben. Hè. En die gaat die geur produceren. Maar nu om die geur nog beter te verspreiden, onderaan, gaat die temperatuur in de bloem oplopen. Hoger dan de omgevingstemperatuur. Je weet, als we parfum gebruiken, dan brengen we dat aan op lichaamsdelen die warmer zijn. Hè, om goed de geur te verspreiden. Hè. Wel, die plant doet dat ook. Die zal als de geur hebt, nog een beetje bijstoken, nog wat warmer maken dan de omgeving. En zo gaat die zweetbij, die op een andere plant zit, die geur van die waarnemen en met stuifmeel van die bloem naar hier komen. Want de stuifmeel van die bloem is nog niet vrij te komen. En als het vrijkomt, is vrouwelijk bloemken meer ontvankelijk. Dus dat moet uiteraard kruisbestuiving zijn met een andere bloem. Daardoor is die geur daar. En dat is natuurlijk, een, wij noemen dat een stank, die plant zegt wat we dat noemen. Thank you.